Shall we begin? Het is weer die tijd van het jaar dat iedereen examens heeft of dat iedereen toch in een rare fucking stress zit. Want er is een video, er is niet zo'n leuke video als je zin hebt om mij mensen te zien belachelijk maken. Ja, dan ga je dat in deze video eigenlijk ook wel zien. Maar ik moet even een paar mensen op hun plek zetten die denken dat ze altijd gewoon achter hun profielfoto en achter hun coole gebruikersnaam kunnen schuilen en shit kunnen zeggen over mij. En denken dat ik daar, ik zo gay ga zijn als een andere YouTuber en gewoon ga slikken. Ik heb inderdaad getwijfeld om die video dat ik gisteren had geüpload over Keaton Jones te verwijderen. Omdat ik na een periode van 10 seconden door had dat ik verkeerd was. Ik had in mijn video gezegd dat hij die GoFundMe page zijn mama die had gestart. Kijk, ik geef toe, 100.000% ik was verkeerd. Ik had mijn research moeten doen daarover. Sorry, ik was verkeerd. Oké? Okay? Als je die video niet hebt gezien, voel je vrij om die nog te gaan kijken. Ik vond het een leuke video. Heel veel mensen zeggen dat het geen leuke video was omdat ik volledig verkeerd was. Oké? Okay? En dan krijg ik fucking veel comments van mensen die zeiden dit gaat te ver. Hij is het dus zo gemeen. Hij vergelijkt die jongen met dat ene dier in de thumbnail. Mogol, kijk Kavels zijn video hierover. Hij denkt de mensen wel na nou, voordat hij iets post. Dat mensen die je fucking heil... Oh, what the fuck. Natuurlijk, ik mag je heel graag, maar ik vind het toch wel jammer van je. Kijk anders even de video van Philip DeFranco. Ten eerste, Philip DeFranco dacht ook dat van zijn fucking ma was. Tot hij ook zag van ik ben verkeerd. Kijk, ik kijk die YouTubers niet. YouTubers die ik kijk, zijn Max Mofo, PewDiePie, Famke Louise, Snapke. Ik kijk niet naar dezelfde YouTubers als jullie. Ik kijk niet naar gay ass motherfuckers ofzo. Of, kijk, Philip DeFranco is niet gay, maar... Tweede ding hoor, ik me echt al stoorde gisteren waarvan ik echt dacht, kijk, zijn jullie zo fucking achterlijk? Ga terug en zo knol kijken als jullie denken dat dit... Hoi Reisgum, is deze video niet een beetje gefaked van Reisgum? Reisgum, Reisgum, bro, gejat van Reisgum, Reisgum, nice video Reisgum. Lekker reisgum faken zoals altijd. Kijk, Maximus Romanovic, rot de fuck op van mijn kanaal. Ik wil jou niet op mijn channel. Ik denk dat dit duidelijk is. Kijk, deze gepersonaliseerd bericht naar jou. Get the fuck out. Wel, laten we het gewoon anders doen. Deze gebruiker... get the fuck out. Ik kijk geen reisgum. Ik vind reisgum echt gewoon... Ik kijk die een jaar geleden of zo en nu vind ik die echt fucking slecht. Even iets duidelijk maken aan jullie imbecile mensen die denken dat ik reisgum nadoe. Ik ben een YouTuber. Er zijn heel veel YouTubers. En YouTubers die een beetje hetzelfde genre video maken, die denken ook in dezelfde manier. Die denken over hetzelfde na. Ik weet dat jullie nu al denken van... shut the fuck up, je hebt het gefaked. Nee, kijk, hou even jullie fucking back. Jullie zeggen altijd gefaked, jullie doen dat na. Ik heb de video van Reisgum gisteren gekeken, nadat ik mijn video heb geüpload, nadat ik al die fucking comments zag. Stil van Reisgum, Reisgum, lolo, Reisgum, Reisgum is your daddy. Kijk, ik had zijn video niet gezien. En dat meen ik. Ik had die echt niet gezien. Het feit dat ik hetzelfde heb gezegd als hem, wat eigenlijk ook niet zo overeenkomt, gewoon een klein stuk. Dat was niet de bedoeling. Ik dacht er al misschien gewoon toevallig hetzelfde over als hem. Maar laat me even iets tonen aan jullie, dat jullie snappen hoe ver ik hierover denk. Hoe ik hierover denk, of hoe jullie dit moeten opvatten, want ik denk dat sommige van jullie gewoon te jong zijn om naar mijn video's te kijken, maar oké, doe wat je wil. Ik bedoel... Deze video is geüpload op 8 december, dat was vorige week vrijdag en dat was mijn sokvideo. Nee, stop! Why? Daar gebruik ik Max Mofo zijn Pokémon video en mijn video om te tonen dat Famke Louise fucking goed is. 8 december. PewDiePie, The Disaster Artist, 14 december 2017. Oh my god, hey, PewDiePie doet ace na. Oh my god, ace it. Ace it 2.0. Ace it 2.0. Nagedaan. In mijn ogen mag je als YouTuber altijd hetzelfde onderwerp als de andere YouTuber doen. Maar als je het brengt op je eigen manier, dan doe je het niet na. Dan breng je het op je eigen manier en dan zeg je het ook gewoon zoals jij het wil zeggen. Heel veel mensen vergeten dat mijn video, als ik die bekijk. Ik heb Reisgum zijn video ook gekeken. Mijn video was helemaal fucking anders dan die van hem. Er zaten gewoon een paar stukjes in die toevallig gewoon fucking wel op elkaar lijken. Maar toch, het was helemaal anders. En oké, ik was verkeerd. Die GoFundMe page was inderdaad niet van zijn ouders. Maar toch, iedereen vergeet zomaar even dat zijn pa fucking racistisch is. Daarover heb ik niks gezien in mijn comments. Dus daar gaan we sowieso nog shit van horen. En dan gaan jullie allemaal jullie back houden en zeggen dat, oh sorry, ik was vergeten. Kijk, die familie is fucking racistisch. Toch zijn pa en zijn ma waarschijnlijk ook. Daar zie ik niemand iets over zeggen bedoelen. Het ging er alleen over dat die GoFundMe page niet van zijn ma was. En dat is juist. Kijk, daar moet ik jullie gelijk in geven. En daar was ik verkeerd. Oh, even allemaal jullie fucking back als je zegt dat ik Reisgum nadoe. Bedoel, what the fuck? En mensen die zeggen je nakt het alweer van Reisgum. Yo, mijn video's vergelijken met die van Reisgum. Ik zie je gelijkenis echt niet. Echt gewoon niet. Maar oké. Als je een video hierover maakt, zorg dan wel eerst dat je goed geïnformeerd bent. Deze racistische vlag klinkt niet bepaald alsof je de betekenis en de geschiedenis erachter kent. Jawel. Ik weet wel wat die vlag is. Die vlag is zo'n Confederate flag, denk ik, van een burgeroorlog. Snap je? Je kan zeggen dat die vlag niet racistisch gezien wordt. Als ik zie wat ze doen met die vlag en als je dat ziet waar allemaal getatoeëerd staat op de buik en op de armen van die pa, dan leg je die link toch ook gewoon. Dan denk ik niet dat zij die vlag wel op een leuke manier en een niet racistische manier gebruiken. Je
pest nu dus gewoon een jongen die al gepest wordt om geld te verdienen met een video die ook nog eens gejat is van Ricegum. Yo, hey Price. Ik weet niet wat de fuck jij doet op mijn kanaal. What the fuck? Kijk ook gewoon... Weg, dank u. Je maakt gewoon deze video om geld te verdienen. Daar kan ik ook een leuk antwoord op geven. Nee. Nee. Nee, geen geld meer verdiend. Niks. Shut the fuck up. Ik ben nog altijd aan het twijfelen om deze video offline te halen. Omdat er heel veel mensen zijn. Kijk, jullie hebben gelijk. Ik was verkeerd over een stuk van die GoFundMe page. Maar als je gaat zeggen dat die vlag niks met racisme te maken heeft. Dan weet ik niet welke fucking storing jullie hebben in jullie hersenen. Om even gewoon die link te leggen. Maar, ik denk niet dat... Zijn mama en zijn papa die fucking racistisch is, ga even gaan posen met die vlag gewoon zo van, hey. Het is gewoon een mooie vlag. Er staat op mijn buik White Pride getatoeëerd, maar gewoon een leuke vlag. Niks mis mee. Gewoon een leuke vlag. Even leuk als mijn pantoffels. Ik weet niet welke pantoffels ik aan heb. Dus ze zijn fucking hard. Velen van jullie gaan misschien zeggen dat dit een haatvideo is naar jullie. En dat ik geen ruzie moet maken met jullie. Maar kijk, ik had die video ook gewoon gemaakt. Omdat ik een leuke video wil maken over een onderwerp. En mijn mening er even over kwijt wou. En ik was verkeerd over één stuk. Maar de rest van die video klopt wel gewoon. Sorry dat ik een fout heb gemaakt. Bedoel, ik heb fouten gemaakt, boys. Sorry. Sorry dat ik hem heb vergelijken met die haai van Shark Tale. Dat was een grapje. De mensen die dat niet begrijpen, gewoon even lachen. Even iets en het belachelijke trekken. Kijk, ik kan nog één iets zeggen. En dan ga ik deze video gewoon afsluiten. Want ik ben, ik weet het niet, don of zo. Mijn channel is geen verkinderde versie van mezelf. Ik zet op mijn YouTube channel wat ik leuk vind. Hoe ik over dingen denk. En als ik dan eens een fout maak, dan mogen jullie mij daarop pakken. Ik bedoel, dat vind ik niet zo erg. Maar ik ga niet iets fucking faken of iets anders zeggen. Of iets plat maken. En dat dan op mijn channel gooien zodat het een beetje kindvriendelijk is. Als ik mijn video upload en die wordt gedemonetized omdat ik daar te veel aan schaald kijk, dan is dat jammer. Ik ga mij niet veranderen voor YouTube omdat ik meer geld wil verdienen. Ik ga niet vriendelijk doen in mijn video's zodat ik campagnes krijg. Kijk, dit is wie ik ben. En als jullie mij fucking achterlijk vinden omdat ik gewoon doe wat ik leuk vind, kijk, ga dan gewoon weg. Er zijn genoeg YouTubers in België, in Nederland en in Amerika die gewoon een fucking typetje spelen van een hele vriendelijke YouTuber die heel aanhankelijk is en waar je heel makkelijk naar kan kijken omdat het allemaal fucking fake is. Als je dat wil doen, dan moet je dat gewoon doen. In België en Nederland heb je ook genoeg YouTubers die dat doen, maar ik ben niet zo. Ik ben gewoon wel real. Ik ben gewoon wel legit en ik zet op YouTube waar ik op YouTube wil zetten omdat het mijn channel is en omdat er zijn genoeg YouTubers op heel het fucking platform waar je naar kan kijken. Dus als je mij een fucking kankermogol vindt, dan kan je gewoon naar een andere YouTuber gaan en naar hem gaan kijken. Dan maak ik wel video's van de mensen die naar mij willen kijken ofzo, en ik weet dat die er wel zijn. Maar ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die zeggen fucking hard storen aan hoe dat ik mij gedraag en zeggen dat ik te gemeen ben en zeggen dat ik te hard mijn mening zag. Kijk, dat is hoe YouTube zou moeten zijn. Dat is hoe elke YouTube zou moeten zijn. En niet fucking fake, want als je ze dat ziet in het echt, en dat zijn ze fucking erg. Bedoel, mag ik even iets leuk tonen aan jullie? Zoals ik enkele dagen geleden gezien heb. Jullie kennen Enzo Knol sowieso. Bedoel, hij is een van de hardste YouTubers ter wereld. Hij is super vriendelijk. Hij is altijd leuk in zijn vlogs. Hij is altijd fijn en vrolijk en kindvriendelijk en leuk. Als er mensen aanbellen aan mijn deur, dan ga ik of naar beneden, neem ik een foto met hun en praat ik even met hun. Of ik doe gewoon mijn raam op en ik zeg van, kijk, sorry, ik heb echt geen zin om een foto te nemen. En Enzo Knol daarin tegen, beetje anders. Maar ik denk dat niet zoveel mensen tot dit stuk in zijn vlog komen. Er is zijn exit in de YouTube Rewind video aan. Wauw, hij ziet er zo goed uit in deze video. Ik zou hem echt... Zoals jullie weten, Enzo is een superleuke YouTuber. Hij is altijd vrolijk. Hij is altijd leuk. En je zou op een bepaald moment aan denken dat hij echt zo is in het echt ook. Let op wat er gebeurt als er kijkers aanbellen als zijn huis. Oké, Leila en Liza. De deurbel gaat bij zo'n speciaal moment in mijn leven. Luister. Godverdomme! Kanker! Kijk, ik zeg niet dat je zo niet mag reageren als er kijkers voor je deur staan. Het grappige is, er stonden geen kijkers voor zijn deur. Het was Quinn of zo, die guy. Maar dit is dus wel zijn fucking legit reactie als er kijkers voor zijn deur staan. En dat is hoe Enzo echt is. Ik bedoel, ik heb geen probleem met zijn reactie, maar dit toont gewoon aan hoe fake Enzo is in zijn video's. Maar kijk, mensen vinden het leuk om naar mensen te kijken die shit fake op YouTube, want dat is gewoon hoe het werkt. Ik bedoel, de meeste mensen hebben niet echt de persoonlijkheid die leuk is op YouTube, maar ze weten wel gewoon goed hoe ze moeten faken, dus dan doen ze dat maar. Ik hoop dat ik iets heb kunnen meedelen in deze video en dat ik toch iets heb kunnen uitleggen aan jullie. Sorry dat ik verkeerd was in mijn video, misschien haal ik hem wel offline. Ik geef iedereen die mij daarop verbeterd heeft volledig gelijk. Heel veel andere YouTubers hadden hun video al verwijderd als het op dit moment gekomen was, maar ik denk nog altijd, die video is niet slecht. En er zitten ook gewoon leuke stukjes in die video, maar er zijn gewoon heel veel mensen die volgens mij gewoon niet thuis horen op mijn kanaal of het toch niet snappen wat ik doe. Die denken dat ik alleen maar mensen belachelijk maak en dat ik alleen maar kan lachen met mensen. Maar dat is niet zo. Dus even buiten dat. Ik heb een nieuwe broek gekocht. Zwarte broek. Want ik heb er nog een. Bedankt om te kijken naar deze video. Het was iets anders. Er is soms ook eens nodig. Het was al fucking lang geleden dat ik dit nog had gedaan. Bedankt om te kijken. Tot de volgende keer.